Deze video wordt mede mogelijk gemaakt door Agradi, Horka en Penny. En let op, in deze video komen verwaarloosde dieren voor. Dit kan als schokkend worden ervaren. Hoi, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Het is al avond en vandaag ga ik een avondroutine op de stichting filmen. Ik moet zo meteen ook even wat vertellen over wat in de ochtend en middag is gebeurd. Maar eerst beginnen we met waar we naartoe moeten lopen om opgehaald te worden om zeg maar naar de stichting te gaan. Dus we gaan nu naar het dorpshuis waar de andere vrijwilligers en stagiaires verblijven om opgehaald te worden. En dan gaan we naar de stichting toe. We zijn net op de stichting aangekomen. Oh, lief is het hier met Felicia te knuffelen. Nee. Zo schattig. En nu is het eigenlijk tijd om de paarden en alle andere beesten te voeren. Daar gaat eigenlijk de avondroutine vooral over, toch? En niet meer om echt te rijden of eigen paardentijd of iets. Maar gewoon echt om de beesten te voeren. Okay. Volgens mij ook Felicia. Ja, en water controleren. Water controleren, inderdaad. Volgens mij alles. Controleren ze ook de wonden of zo nog. Ja, ze gaan ook nog. Het wondenteam doet ook nog een rondje langs alle paarden om te kijken of alle 200 paarden oké zijn. En ik zeg 200 paarden, het waren eerst 201. Maar er is vanmorgen en vanmiddag iets niet zo leuks gebeurd. Ik was zelf in het huis. Ik was een video aan het editen. En hier op de stichting is een paard ingeslapen. Die was gewoon op. Die was door de benen gezakt. Die kon niet meer opstaan. Ook niet met hulp van de vrijwilligers en zo. Dus die hebben ze toen laten inslapen. En iedereen was daar best wel een beetje verdrietig over natuurlijk. Maar goed, iedereen is nu wel weer een beetje bijgekomen en vrolijk. En we gaan nu gewoon alles klaarmaken voor de avond, voor de nacht. Tien bakjes, jongens. 10 bakjes? Moet je 10 bakjes klaarmaken? Ja, voor de hengsten. Oké, nou, succes. Danielle, wat ga jij doen? Ik ga fetch en eten geven. Oké, mag ik met je mee? Ja, tuurlijk. Oké, leuk. Het is nu trouwens 7:00 en het is de bedoeling om 8:30 klaar te zijn, maar vaak lukt dat niet. Dus we proberen dan om 9:00 klaar te zijn. Moet deze niet voor een apart eten krijgen of kan het hier gewoon? Nee, deze kan gewoon hiervoor krijgen. En de andere die krijg je eigenlijk altijd daarvoor. Ja. Ja, maar deze kan gewoon hier. En waarom kan deze gewoon hier? Weet je dat? Omdat de rest niet op hem afkomt. Dus vandaar. Oh ja, want hij is de baas hier. Ja. Lieve heb ik even als slachtoffer gebruikt. Zij heeft een GoPro op en dan kunnen jullie zien wat zij allemaal moet doen. Zij moet de veulens verzorgen, toch? Ja, en ook Moos. Veulenland. Ja, veulenland. Eigenlijk zijn het niet allemaal veulens. Nee, nou, 1, 2. Succes en we gaan het zien. Niet alleen de paarden hier worden gevoerd, maar ook alle katten en honden. En ze hebben hier nu ook 2 kittens. Die zijn laatst bij ons huis voor in een doos neergezet. Achtergelaten door iemand anoniem. En die zijn best wel schuw voor mensen. Maar die moeten ook gewoon gevoerd worden. Dus ik ga even mee. Ja, die hebben hun eigen stal hier. Mag ik ook gewoon in? Ja. Oké. Ach. Ze moeten een soort stal erbij inderdaad in de buis. Ja.
En ze vinden mensen dus nog best wel spannend, dus ze komen ook niet dichtbij. Nee, ze blazen ook en ze halen uit, dus dat is een beetje jammer. Ja. Nou, dan blijf ik gewoon op deze afstand. Eentje heeft een beetje zijn oogje dicht. Ja, klopt. Ik heb last van zijn oogje inderdaad. Ach. En maak je ook de kattenbak schoon? Ja. Want ze zijn al zinnelijk, toch? Ja. Echt super goed. Heel goed inderdaad. Dus dat is heel fijn. Ik hoef alleen elke dag even de kattenbak te doen. Ja. Mijn broekjes zijn nog gewoon vol, dus die kunnen gewoon blijven staan. Ja. En dan ga ik nu de bakjes spoelen en dan krijgen ze vers water en krijgen ze matvoer. Oh, lekker. En kijk, onze Moos die heeft nu op tijd zijn eten gekregen. Hij stond ook echt te wachten voor zijn bakje. En je ziet ook, ja, misschien dat jullie het niet kunnen zien hoor, maar hij is al best wel wat aangekomen. Hij was eerst veel magerder eigenlijk. Hé, lieverd? Hier heb je dan de hengstenpaddocks en de hengsten worden nou ook weer gewisseld. Weet jij hoe dat precies zit? Welke hengst er nu in gaat en hoe lang en zo? Ja, 's middags als wij de siesta hebben, dan gaan de ponies die in de loopvallen staan, de hengstenponies zeg maar, die kunnen dan hier erin. En 's ochtends en 's avonds gaan de hengsten in de stallen, dus de grote hengsten worden dan gewisseld. Ja, oké. Okay. Nou top. En wij lopen nu naar Nicoland, naar Kneusjesland en zo. Ik sta nu hier bij Nicoland en zometeen ga ik je ook even bij helpen met het voeren van bakjes en zo. Want hier moeten ook de kneusjes en zo een bakje krijgen met extra eten om beter aan te komen. En volgens mij moeten de katten hier ook eten krijgen nog. Oh, ik vind katten echt zo leuk en nog grappig dat ze hier allemaal zo al een beetje zitten te wachten bij hun huis, hun schuur. Hallo, je bent echt mijn vriendje. Ja, ik vind jou zo leuk. Jullie zijn ook leuk. Die katten hier hebben wel echt een goed leven hoor, man. Jongen. Hallo. Hier in de schuur krijgen de katten ook nog eten. Hadden ze alles al opgegeten? Nee, wat over was, dus zit daarin. Dus eigenlijk is er nog echt superveel. Maar dan eten ze dat niet op. Nee. Maar vanochtend was alles leeg, dus. Ja, maar nieuwe eten vinden ze blijkbaar interessanter dan. Ja. Dat ligt er nog niet zo lang. Maar ja. Ze zijn gewoon heel verwend. Ja. Eigenlijk. Ja. Oh. Niek en Jaap, die staan hier lekker te chillen, maar die moeten mee, moeten weer naar hun eigen kleine stukje voor medicijnen en zo. Daarna mogen ze volgens mij gewoon weer in de groep. Mogen Jaap en Niek zo meteen weer in Kneusjesland? Ja. Oké. Okay. Jaap krijgt de medicijnen voor het hoesten zo meteen. En dan kunnen ze, als we klaar zijn met voeren, kunnen we weer terug. Ja, super. Dus zo meteen komen ze gewoon weer in het wat grotere landje hierachter. Dit stukje land en dat stukje land zijn nu weer vrij, want daar liepen Jaap en Niek lekker deze middag rond. En hier gaan we dan de andere paarden hun bakje geven. Nou, Jaap en Niek, die hebben eten, dus pling! Jaap die heeft zijn medicijnen, dus extra pling! Wij gaan nu de eerste bakjes, niet de eerste bakjes halen, maar de eerste paarden halen die hier achter ons bakjes gaan eten. En ik ga Andrea pakken. En Andrea kwam echt heel slecht binnen, die staat hier. Ze heeft nog een beetje lichtplekken, maar het gaat echt al stukken beter. En blijkbaar heeft zij een beetje praatjes. Zit het beter, want hij gaat, ja, begint ze gewoon een beetje stout en eigenwijs te worden. Want dan komt de energie in het leven weer een beetje naar terug. Dus ik heb een halster mee en we gaan kijken of ze meeloopt. Kom maar, we moeten deze kant op. Je hebt je eigen privé of VIP-dek eigenlijk. Alsjeblieft. Moet hier deze poort dicht? Ja, alsjeblieft. Oké. Okay. Oh, ze komt bij jou kijken. Daar komt het volgende paard aan. En dit is een paard met de gekke mond. Met de hele brede, dikke lippen. En die krijgt ook bijgevoerd. Zo te zien is dat paard met de dikke lippen nu klaar. Deze is nog lekker aan het eten. En hier staat dan de rest nog even te smikkelen.
En moeten we nog meer paarden halen of is dit het? We moeten er nog twee. Twee? Ja. Oké, nog twee andere paardjes en dan zijn we hier klaar in ieder geval. Het is nu bijna 8 uur, dus we hebben officieel nog iets meer dan een half uur. Wat ook elke avond gebeurt is dat het wondenteam een rondje doet langs alle 200 paarden om te kijken of ze allemaal in orde zijn. Vooral de paarden met wondjes, die controleren ze op of de wonden er nog goed uitzien, of het verband nog goed zit. En alle andere paarden controleren ze gewoon op, staan ze goed, hebben ze geen koliek, lopen ze niet kreupel, hebben ze geen snotneus of snotogen of zo. Kortom, dat ze er gewoon goed en gezond uitzien, zodat we ze gewoon hier rustig een nachtje achter kunnen laten. Daar staat de caravan van Laura en die staat eigenlijk best wel in het centrum, dus zij kan ook gewoon over de kneusjes hier rondkijken. Dus als hier toch iets ernstigs aan de hand is, dan hoort of ziet ze het wel. Dus ze zijn niet helemaal alleen. Maar goed, niet alle vrijwilligers zijn hier dan. Dus het is dan toch wel fijn als de vrijwilligers, de stagiaires, voor de nacht nog even alle paarden controleren. En ze moeten er natuurlijk ook gewoon verder rustig bij staan. En ik vind dat dit heel rustig is. Ze zijn allemaal tevreden te eten. Ik ben nu bij de hengstenstallen en Manon is druk bezig, want wat ben jij aan het doen? Ja, ik heb net de hengstenstallen gemest. Deze hengsten zijn vandaag nog niet buiten geweest, maar staan nu zeg maar de hele nacht buiten. Dus ja, deze heb ik net gemest, dus nu even aan het opstrooien. Ja, want dan heeft hij morgenochtend als hij naar binnen gaat weer een lekker bedje. Ja. Nou super, dan ga ik weer door. Succes. Doei. Hey, Felice. Hallo. Gaat alles goed? Ja, het gaat helemaal goed. Ja, ik ben wel heel erg zelfbewust van wat ik allemaal aan het doen ben. Ja, snap je? Kan ik me heel goed voorstellen. Maar het gaat goed, hoe ver zijn jullie? We zijn al bijna klaar, want we hebben het water al gecheckt. En ze hebben dus nu hooi en paggen gehad. En ze hebben eerst al bakjes gehad. Oké, dus eigenlijk... eigenlijk zijn we klaar. Oh, super. En het is nu bijna 8:10. Oh, wat een schema. Jullie zijn echt super erg op tijd. We hebben trouwens andere Enno, weet je, had je dat al gezegd? Nee. Nou, want daardoor zijn die plakjes dus best wel lastig nu in te schatten. Want het zijn niet echt meer goede plakjes. Eerst waren het echt van die plakjes. Mm-hmm. En nu is het een beetje lastig in te schatten. Want nu hebben we een soort van los hooi. Ja. Eigenlijk. Dus dan is het heel moeilijk in te schatten hoeveel we dan nu moeten doen. Oké. Dus dat is een beetje zoeken. Maar ik denk dat het zo wel... Want er komt nog een hele kruiwagen ook aan. Zo. Oh ja, dus ze krijgen nog meer. Ja, ze krijgen nog meer. Nou, en bagga krijgen ze hier uit de ruif. Maar dat... Oh ja. We staan ook even ondertussen met de paardjes te knuffelen. Want ja, we hebben nu toch een beetje tijd over. Ik heb eigenlijk nog niet eens heel veel gedaan. Ik heb een beetje overal een beetje geholpen. Maar de mensen met echte taakjes hebben natuurlijk nou even het meeste gedaan. Maar zelfs ik had in het begin het gevoel dat we echt moesten haasten en zo. Maar het is eigenlijk toch nog wel gelukt. Want het is nog steeds geen 9:30. Nog geen eens 7:45. Dus dat is heel goed. Danielle, wat gaan we nu doen? We gaan even checken of alle klepjes vastzetten, zodat de paarden zeker niet kunnen ontsnappen terwijl we weg zijn s'nachts. Oh ja, deze is al dicht. Kijk, maar hier heb je de hendel. Dan overdag wordt dat gewoon niet zo dicht gedaan, maar nu wel voor s'nachts het klipje erop. Deze moet ook dicht. Ja. Top. En het begint al donker te worden, zeg. Dat is echt heel mooi. Ja. Ja. Zo. Die zit er ook aan. Deze hengst staat hier binnen in de schuur. Volgens mij omdat hij best wel snel vervangenheid krijgt. Of hij heeft dat een keer gehad. Dat heeft Laura in, volgens mij in de laatste paar video's ergens uitgelegd. Maar deze staat dus hier binnen. En dit moet allemaal weer een beetje op één hoopje geveegd worden. Want het zou heel duur zijn om heel die stal te vullen. Dus hier wordt gewoon één dik laagje om elkaar geveegd. En dan kan hij hier gewoon 's nachts lekker... zacht op liggen en slapen. En het rolletjes worden ook nog even opgeruimd. Je ziet het misschien niet, of misschien wel, maar het is al best wel donker geworden. En achter mij is een enorm mooie zonsondergang. En dat is ook iets waar iedereen hiervan geniet, is de zonsopgang, ondergang en de sterren die je hier kan zien. Het is zo magisch. Maar als het goed is, is alles nu gedaan. De paarden zijn gecontroleerd, ze hebben genoeg eten, ze hebben bakjes gekregen, de paarden die dat nodig hadden. De hekken zijn goed dicht gedaan, de honden en katten hebben eten gehad. Alle paarden staan er gewoon goed bij. Dus als het goed is, hebben we alles gewoon gehad. En we zijn ook nog eens op tijd klaar. Ruim voor tijd. Dus ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze avondroutine. Dit is mijn eerste avondroutine ooit die ik heb opgenomen. En ik hoop dat jullie dat leuk vonden. Blijf vooral mijn video's kijken. En blijf ook de stichting steunen. En dan wil ik jullie heel erg bedanken voor het kijken. En tot de volgende video. Doei!
Wil jij Los Caballos Luna ook helpen? Nou, dat kan. Kijk op hun website paardennoodspanje.nl of in de beschrijving en zie wat je allemaal kan doen. En dan wil ik en de stichting je alvast heel erg bedanken.